kwamen ontzettend veel aanmeldingen binnen, maar toch is Soulaya Eysen het geworden. De beste buurvrouw van de provincie Gelderland. Ja, omdat ik zoveel voor de buurt doe, denk ik. Want ik ben naast de Stichting Hart van Heesveld, die we opgericht hebben dit jaar, ook bezig met Urban Partners. Proberen verbinding in de wijk, proberen de wijk te verbeteren. Met oog op eenzaamheid. Mm-hmm. Liefst vanaf jongs af aan, want er heerst ook eenzaamheid. En probeer eigenlijk de buurt een beetje vrolijk te krijgen, want Heesveld heeft problemen. Omdat de buurt heeft veel werkloosheid. Mensen kunnen soms vaak niet weg, zeg maar. En probeer ook die saamhorigheid van al die culturen bij elkaar. Dat ze het gevoel hebben van we horen bij elkaar, we zijn samen, we kunnen elkaar helpen. Daar gaat het voornamelijk om. Er zijn heel veel culturen hier. Het is eigenlijk een soort goud laagje nu, zeg maar. De stimulans was er al, maar het is een erkenning en dat is wel fijn. Dus dat is wel leuk, ja. Volgens de jury is het heel bewonderenswaardig dat iemand zich zo inzet voor haar buurtgenoten. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.